Test, test, test. Testing 1, 2. Nou goed, welkom iedereen natuurlijk. Ik zie Albert, Alfons, Bart, Hans. Hans Disma is natuurlijk de optie. Koning onder ons, Ruud de Schuren. Vandaag wil ik het hebben met jullie over enerzijds de Eurostoxx 50. Ook op verzoek heb ik die natuurlijk ook aan jullie doorgegeven bij sommigen. Dus als jullie nog geen berichten krijgen van de Eurostoxx 50, dan zal ik dat even doorgeven aan jullie. En dat is, even kijken hoor, dat mag naar info@optieacademie.nl. En dan heb ik ook nog voor iedereen die, ik zal even het scherm delen. En dat is dan optieacademie.nl, kun je ook de optietrade van de week ontvangen en meer de valkuilen tips, optietips. En die link die zet ik er ook in, is gewoon vrijblijvend. Even kijken hoor, of ik jullie erin kan zetten. Ja, vast en zeker wel. Een vraagje vandaag, liever even in de chat en niet via Q&A. En vandaag wil ik het enerzijds hebben dus over opties. Voor de gevorderde is dit trouwens voor de Eurostoxx 50. Zijn andere vragen ook gaande bereid om die te beantwoorden? Wie is bekend met, ja, met kalenderspreads of met spreads in het algemeen eigenlijk? En wie is daar bekend mee? Als het goed is, zie je in mijn scherm nu. En ik help om die link te vinden voor de 12 uur lunchwebinars. Hier bij de tiplijnen hebben wij een aantal dingen. Dus onder andere tips van Harm van Wijk en ik heb het zelf. Nou, Michael Groenhout heeft ook tiplijn. Harm heeft tiplijn over diverse portefeuilles. Menko Zweep heeft tiplijn. En ik heb zelf de Eurostoxx 50 Weekly Strategy Calendar Spreads. En wat ik dan hiermee doe, dus als je daarop gaat klikken, ik zal deze inzetten voor jullie, dan kun je daar gelijk daar naartoe ook. Wat ik altijd doe, als ik hier bovenin sta, met de end, ga je naar het systeem van Huddle, van mijn publiek komt, die zet de laatste, de nieuwste eigenlijk onderaan. Eigenlijk zou het andersom moeten zijn. Maar goed, wat heb ik als laatste gedaan? Afgelopen vrijdag hebben wij in het kader van de calendar spread strategie onderstaande tractie gedaan met Eurostoxx 50. Wat wij doen, ik kijk elke vrijdag rond 12 uur wat de stand is. En dat was toen 40-58 afgerond. En toen heb ik op de Eurostoxx 50 bij Maxim uit te voeren de tweeweeks optie gekocht. De call gekocht. Dus heb je een gekochte strengel. En aan de andere kant, als we dan premie willen ontvangen, dan ga ik de eerste week, die dus aanstaande vrijdag afloopt, heb ik geschreven met dezelfde uitoefenprijs. En hoe ziet dat eruit? Ik heb namelijk een Excel gemaakt. En dat betekent dus dat ik bij een spotmarkt heb ik ongeveer 2% give or take. Heb ik aan de bovenkant heb gekozen voor de 41,25. Die komt het dichtst bij in de buurt gezet. 39,25, als ik me niet vergis. Even kijken of dat klopt. Ja, ik heb dus 200 punten verschil. Wat hier dus ook staat, hè, dat is de eerste week schrijven en de tweede week kopen. Oftewel, we hebben een maximale of een ongelimiteerd risico. En wie kan daar een zinnig oordeel over vellen? Hans natuurlijk en Ruud de Schuur, die weten alles van natuurlijk. Maar wie weet of je een beperkt of een onbeperkt risico hebt. In Maxim invoer trouwens. Even kijken hoor. Stel gerust even het antwoord erop natuurlijk. Dus heel simpel, beperkt of onbeperkt risico. Nou, niet allemaal tegelijk natuurlijk. Beperkt, ja. Want Hans, in dit geval hebben wij de tweede week optie gekocht. Hè, de call gekocht, 41,25.
een week eerder. Andere kant is 39,25 put gekocht voor een week later. En een week eerder dus de put geschreven. Nou, in totaal hebben wij daarvoor ongeveer 15,80 euro hebben wij betaald. En als je dat gaat splitsen in, als ik even naar de calls ga kijken, dan heb ik dus 9,20 euro en 7,20 euro. Of 2, dat is 7,20 euro. En de multiplier is wel belangrijk. Bij Eurostock 50 is namelijk 10. Normaal gesproken is maal 100 natuurlijk, maar nu is het maal 10. Zelfde 20 zien we 12,50 euro betaald en 3,90 euro hebben we ontvangen. Per saldo dus 8,60 euro. Die betalen wij. Maal 10 is 86 euro en dan zit je ongeveer op 160 euro. Dus 15,80 maal 10 is 158 euro. En dat betekent dus dat we daarmee een investering hebben van 158. Raken we die hele investering, kun je die hele investering kwijtraken, is de vraag. Kun je die helemaal kwijtraken, ja of nee? Mm-hmm. Correct. Hans en Van is zou. Ja, Hans is wel bij de pink, hè? Ja, Hans Zwartschot zegt ook, ja, klopt. Je kun je helemaal kwijtraken. Dat zal in een omstandigheid zijn als de markt of keihard omhoog gaat, bijvoorbeeld naar 4500, of keihard naar beneden, naar 3700, ik noem maar wat. Dus dat die opties helemaal diep in de monies raken, want wat gebeurt er stel dat je helemaal omhoog gaat? Stel dat je naar 4425 gaat in één keer, hè? Aanstaande vrijdag. Nou, wat is dan de 25? Die is nul, hè? Dat zijn nul affaires. Dus die premie die we betaald hebben, ja, die zijn we dan kwijt voor de put. En niet zozeer als betreft optietermijn afloopt op aanstaande vrijdag. Stel dat de koers naar 44,25 gaat. Dan betekent, wat is dan de waarde van de eerste weekcall die je dan geschreven hebt? Ik heb het even simpel gehouden. Hè? Die is er 300 punten in de money. Stel dat je, want het is cash settlement, wordt automatisch afgerekend. Die heeft dus een waarde van 3. Oftewel 3000 euro heb je al in de min. Klopt, hè? De vraag is dus, die 41,25 call van twee weken of de week later dus, heeft hij dan meer of minder waarde dan de geschreven call? Meer. Even kijken, in principe, hoezo meer, Hans? Als je echt heel diep in de money bent, hè? Dan is die optie natuurlijk, heeft die minimale waarde van 300 ook. Dus die kun je teken wegstrepen. Maar in principe zit daar dan geen verwachtings... Nee, eigenlijk is die theta... Die zijn wel uitgespeeld. We zeggen dan dat die optie helemaal volgelopen is. Met andere woorden, zit geen tijds- en verwachtingswaarde meer in. Dus onthoud dat. Dat heel belangrijk is, dat je dat onthoudt. Als je dus deze affaire opzet, hè, we hebben dus 41, 25, 39, 25. Als je de uitoefenprijs gaat, en dan is de vraag, wanneer heb je de meeste tijds- en verwachtingswaarde? De meeste, hè? De meeste premie, wanneer heb je die? Ik noem premie tijdens verwachtingswaarde. Wanneer zit dat erin? In welke optie? At the money inderdaad. Dus dat is het punt. Als je dus als je nog een paar weken of een week te gaan hebt, dan heeft die 41,25 als de koers precies op 41,25 noteert. Dan heb je en die 41,25, stel dat die expiratie afloopt, dan heeft hij misschien een heel klein beetje waarde nog, die moet je dan terugkopen. Maar dat is dan ook het idee. Heel vaak is als dus de uitoefenprijs richting de uitoefenprijs gaat, met nul tijdsverwachtingswaarde, en dus op expiratie, dan is het zo dat je die optie dan
ongeveer op paar tijd terug kunt kopen. De geschreven optie en de optie. Nou, dit is dan aan de callkant, aan de putkant ook 39,25. Dus mijn verzoek is altijd, als je dit gaat opzetten, zorg ervoor dat je dat jij hiermee, als je richting de uitroepprijs gaat, dat je dan de positie gaat sluiten. Er werd een vraag gesteld, heb je een plaatje van Peter? Op zich is het zo, als je een plaatje wilt, dan kun je naar optie calculator, volgens mij van beleggen.com. De optie calculator nu, hè? Klopt, hè? Dat is deze. Het probleem is, deze calculator, die heeft alleen de profit en loss op dezelfde expiratiedatum. Dus dat gaat niet worden namelijk. Dus hiermee kun je dus niet een kalender opzetten. Wat je wel kan doen, als ik naar Maxim ga, en dan denk ik dat ik het scherm opnieuw moet delen. Dan moet ik even kijken. Ik ga deze erin zetten. Stop share. Voor mij zien jullie... Zie je een Mac-scherm goed hebt neergezet? Ik denk het niet. Want Zoom die pakt meestal een ding. Dan zien we het scherm. Nee, precies. Nou, dan ga ik naar het volgende. Dat is namelijk Maxim. Dus als wij naar de optie matrix gaan. Die staat hierin. Deze. Zien jullie ook hier de optie matrix van Maxim. Dus hier linksboven zie je Eurostoxx 50 index. Top, dankjewel voor het ondersteunen, Ruud. En dan hier de verschillende uitoefenprijzen erin gezet. Hè? Dus die heb ik erin gezet. En nu is de marktprijs, ik heb het opgezet op 9,45. Sorry, dat is niet goed. Ik heb hem opgezet in een combinatie. 15,80 was het, meen ik. Even kijken wat we nu kunnen doen. Wat je nou kan doen, je kunt naar strategy builder gaan. En dan hoop ik dat die grafiek... Ik zou dat zelf even moeten bekijken. Maxim. Dus wat je dan gaat doen. We gaan een multiple strategy opbouwen. Dus wat gaan we eerst bijvoorbeeld zeggen. Oké, we gaan de 11 juni de call gaan we kopen. Die tik je aan op buy. De put gaan we ook kopen. De 39,25 put ook. Dus hier bye-bye. Gaan we de 41,25 call schrijven, gedekt. En dan gaan we de put schrijven, gedekt. Wat ik altijd zou adviseren, als je een multiple constructie doet, zorg ervoor dat jij hiermee ook een combinatie maakt. En dan add the quote panel doet. Dat is add the quote panel. Waarom? Omdat je dan een combinatieorder krijgt en met verschillende legs. En dat betekent dus dat nu de markt 17,2 om 19,2 is. Stel dat je 18 kunt inzetten. Nou, we hebben dus iets van 16 euro betaald ongeveer. Dus hebben we 20 euro winst per saldo. Dan zal ik even kijken of ik deze erin kan zetten. Dan zet ik deze bij order entry zet ik er neer. Volgens mij kon ik deze aanklikken. Ik ben bang dat ik een orderscherm krijg. Ja, daar was ik al bang voor. Dan krijg ik een orderschermpje. Dat is dit scherm. Dan zie je dus hier een orderscherm met een preview linksonder. Klik ik op preview. Van 19. Ga ik kijken. Sorry, display quantity hoeft niet. Limit price 19. Preview. En meestal zit er een profile bij. Performance profile. En zit er ook een profile bij of niet? En zien jullie dit ook? Nu heb je een heel mooi grafiekje erbij, hè, volgens mij. Ik moet even jullie chat tevoorschijn toveren. Ja,
Want dat is ook even voor jullie. Als het goed is, heb ik nu een uitgeklapte versie van het ticket met een grafiek aan de rechterkant. En hoe je dit eigenlijk moet zien, dit is wel een goede exercitie, denk ik. De P&L op expiratie, denk ik, zie ik daar iets van, als je de, het is opgedeeld, hè? Je hebt dus aan de rechterkant de schaal van 0 naar boven 250, zie je de waarde. En dat is dus de P&L, de profit and loss. En je hebt op de y-as, sorry, de x-as, dat is x-as, de horizontale, dat is prijs van Eurostoxx. 3500, 4000, 4500, 5000. En dan zie je dus dat op, even kijken hoor, bij een expiratiestand van 39,25 zie je dus een piek. Zie je die piek ook, 39,25? Is er de vraag, waarom is daar dan een hogere P&L op expiratie dan, theoretisch is dat, hè, dan op bij die call? Wie kan daar een verklaring voor geven? Je hebt een soort Batman grafiek, hè? Ik hoor iedereen goed denken. Dus waarom is eigenlijk die piek, die P&L, dat dat hoger is dan die callkant? Maar als je dus aan de onderkant kijkt en je gaat op, even kijken, 130, dus heb je een winst bij 41,25 bij die callkant. Waarom is die call lager dan de put expiratie? Met andere woorden, wat heb je liever? Wil je liever dat de markt hard naar beneden gaat en precies op de strike van de put expireert? Of heb je liever dat je op de callkant, wie gaat voor de put, wie gaat voor de call? Ja, het is, puts zijn altijd duurder. Ja, oké. Okay, verklaar je nader, Ruud. En dat wil zeggen, Ruud, dat komt eigenlijk om neer inderdaad. Wat er dan gebeurt, die puts zijn duurder. Stel dat je bij expiratie, dat in principe heeft theoretisch die geschreven put dan nul waarde. Die heeft dus waardeloze waarde. Maar die put die je gekocht hebt, die gaat dus hard in waarde. De puts zijn duurder. De volatiliteit, de implied vola, die knalt erin. Zeker als er paniek uitbreekt in de markt. Dus vandaar dat je dus daar meer winst op hebt. Dus op dat moment heb je dus meer winst. Het punt is wel, als je dus nog een 3-4 dagen van tevoren precies op de expiratie strike zit, of de uitoefenprijs, dan is dat een beetje pech. Je hebt wel winst, maar niet voldoende. Maar waarom? Omdat de geschreven ook een maximale waarde heeft op dat moment. Of een hele hoge waarde. Dus die moet je natuurlijk terugkopen en die goed. Nou ja, stel dat je dan zegt, nou, wat ik ook wel heb gehad, dan ga je naar beneden de afgelopen weken. Toen ging die van plus naar een beetje onveranderd. Want toen ging de index heel hard omhoog weer en toen ging je een beetje onveranderd afsluiten. Waarom is het ongunstig dat een expiratie onveranderd sluit? Dus je hebt eigenlijk drie scenario's, hè, met de je hebt meerdere scenario's, maar qua verlieskant, van meeste verlies. Nou, dus zie je dus aan de linkerkant, zie je maximum verlies €188, in dit geval €190 maximum verlies. En aan de rechterkant €200 verlies, ongeveer €180 verlies. Dat komt natuurlijk omdat je dan de opties terug moet kopen. Afgezien van het feit dat je ook nog met de spread te maken hebt. De bied- en laadkoers. En dat is dan maximaal verlies. Dus of een harde daling naar beneden of een harde stijging omhoog. En als je dus blijft hangen, waarom is het ook niet gunstig? Wat gebeurt er eigenlijk? Dus als je deze affaire opzet, waarom is dat niet gunstig als de markt een beetje rond het huidige niveau blijft bewegen? Nou, jullie zijn allemaal slim natuurlijk.
Nou, nee, niet helemaal gedeeltelijk. Nee, je bent gedeeltelijk je inleg kwijt, Ruud. Want waarom? Omdat, nou, we hebben dus de koers gezien 40,60. Stel dat we volgende week, komende vrijdag, 40,60 expireren. Dan heeft die 39,25 nog een beetje waarde. En 41,25 van de week later heeft ook nog wat waarde. Heeft altijd iets waarde. En de geschreven opties hier heb je dan in de pocket. Dus dat is zeker. Dus je bent gedeeltelijk je inleg kwijt. Vind je deze exercitie ook interessant of niet? Hoe je hiermee om kunt gaan? Grafieken. Ja? Oké, heel mooi. Wie van jullie die volgt mijn Eurostoxx 50 kalender? Wie volgt dat? Mag ook in de demo zijn, hè, dat je papier doet. En wie vindt dat ook wel interessant? Want je kunt namelijk deze exercitie ook zelf doen. Door bijvoorbeeld een Nasdaq te pakken of een S&P 500. En dan mooi is, ik vind het heel interessant om dit te doen. Waarom? Omdat je hiermee geen timing element hebt. Je hebt wel een volatiliteitselement. Hè? Je moet wel kijken hoe groot die bandbreedte moet zijn. 2%, 3%, 4%. Dat is een beetje fingerspitzengevoel is dat. En, dus, en degene die dit volgt, wie heeft zelf ook ideeën, zeg maar, om iets op te zetten? Wie doet het zelf ook? Zelfs eigen houtje. Ik heb niet ingenomen dat ik de opbrengstverlies nog niet goed kan inschatten. Oké, Hans, hele goeie. Is het nu wel duidelijk dan met dit verhaal? Dus voor mij heb je linksrekening. Dit kun je ook bij links die profile tevoorschijn toveren. Maar heb je nu ook een idee van hoe je dat kunt inzetten? En hoe je dat kunt toepassen bij Interactive Brokers, Trader Workstation platformen? En ik hoop dat dit ook een beetje bijdraagt aan jouw succesvol treden namelijk. Ja, ik doe alleen maar met Menko en Michael. En ben je er ook tevreden mee? Het profiel is heel duidelijk inderdaad. En het mooiste is, ik heb... Hans zegt, ik volg daar nog niet actief mee. Ja, ik weet het, Hans. Allemaal geen probleem. Alles op zijn tijd. Dan ga ik even jullie meenemen naar de volgende grafiek namelijk. En, of grafiek niet, maar de website. En dat is de optiecalculator. Dus deze optiecalculator kun je zelf gebruiken. Je kunt ook bij traders vergelijken.nl. En wat Menko namelijk doet hiermee. Ah, pay-per-view heeft hij gemaakt in Maximum. Zodat ik kan spelen en kijken wat er gebeurt. Heel goed. De systemen van tradersvergelijken.nl. Wat het punt is. Menko. Die heeft volgens mij al sinds jaar en dag een systeem over optiebeleggen, KT en LT, hè, en XLT. En wat Harry dan doet binnenkort is voor €10.000 een portefeuille voor op het gebied van opties met Amerika en Europa. En dat doet hij een short strangle, doet hij drie poten long short. En wat je dan hiermee doet is dat je dan de trades kunt ontvangen via Maxim. Krijg je dan een koppeling en hoef je alleen maar te accorderen, zeg maar. Dus dan worden al die trades ingezet. Nou, bij mij is het ook zo, de calendar strategy heb ik dus bewust op 2000 gezet, omdat ik doorgaans, ik denk dat je zo met 1000 wel uit de voeten kan, maar 2000 heb ik als eikpunt, want dan kan ik misschien ook een andere strategie aan toevoegen, bijvoorbeeld een Nasdaq of zo. Maar die calendar spread, je ziet het, ik mik altijd op een investering tussen 150 en €200, dat is mijn streefbedrag. En daarmee probeer ik daarmee rendement te maken natuurlijk. En dus als volgt staat ook een tekstje bij. Dus ik zou zeggen, TZT, oh hij is nog niet actief zie ik. De systemen, mocht jij daar interesse in hebben. Ik weet dat Menko druk bezig is met het operationeel maken. Nee, want dit is nog niet actueel.
zeg maar. Dit is nog niet... en dit is ook wat ik namelijk hier heb gestaan. Ik heb hier een total result is €138. Inclusief, even kijken, inclusief kosten. Even kijken hoor, dat is kosten. Total result, dus het komt eigenlijk om neer dat ik winst heb. Nou ja, maar de transactiekosten, die zijn dan year to date 138. Vorig jaar was dat volgens mij, even kijken hierbovenin, heb je ook neergezet. Even kijken waar dat staat. Even kijken hoe 2020 stond in. Kalender, strategy. Even kijken waar dat staat. 2018-19. Hierboven. Nee, dat was 2020. Ja, dat was 2019. Daar ben ik toen mee begonnen. 2019. In november, december ben ik begonnen. Was €62 winst inclusief. Voor mij was het met 2 maandjes. Inclusief kosten. En vorig jaar was dat... meer. En dat was total result was €900 was dat. En total result, including cost, 350. Ja, dat was €350 winst was dat vorig jaar. En dat was namelijk op basis van €1000. Dus in het jaar iets verhoogd om dan iets meer positie in te nemen. Want met €150 natuurlijk kom je niet zo heel ver mee. En de resultaten worden straks ook op die systemen van Menko wordt dat neergezet. Zie je? Dus zodat het operationeel wordt. Maar wat je dan kan doen, je kunt sowieso natuurlijk, wat ik voor wil stellen voor mensen, als ik voor mezelf spreek, dan wil ik in principe die calendar spread strategie gewoon voor jullie als lid, wil ik die dan alleen een aantal maanden gratis aanbieden, waarbij alleen de sms-kosten hebben voor €15 per maand. Om jullie daarmee in op te nemen. En wat Harry en Menko zo doen, weet ik niet. Maar ik wil dat als gesten wel doen. Of je kunt natuurlijk ook zelf gaan peelen natuurlijk. Hè? Dat is natuurlijk ook wel goed. Zijn er vragen over dit systeem? Althans de mogelijkheden om dat ook via semi-automatisch traden doet. Dus wie zou dat interessant vinden om überhaupt... Of nou via Menko is of via mij of... via Harry, dat maakt mij niet zo veel uit, maar dat semi-automatisch traden met een vinkje, zeg maar, dat je alleen maar een sms'je krijgt en wordt automatisch uitgevoerd via Maxim. Maar een paar handjes de lucht in, wie vindt het interessant? Ja, oké, okay, hartstikke mooi. Dus als het echt operationeel wordt, hè, want ik ben zelf ook, word ook aangesloten. Die trades die ik hier heb neergezet is mijn eigen account. En nee, precies, Hans. Nou, dan zou je dat gewoon of handmatig moeten doen, net als bij Maxim. Of bij, ik denk dat je bij Bink zit, hè, denk ik, Hans. Maar het probleem is bij Bink, als je bij Bink zit. Maar kun je bij links dan automatisch. Oh, je krijgt een sms. Ja. Oh, Christophe zegt, ik ben bij Finodex, ben er heel erg tevreden mee. Hartstikke mooi. Dus we hebben risico op inputfouten. Klopt, klopt. Nou, we hebben sowieso nog even een half uurtje de tijd. Vind je het leuk om te kijken naar de stand van zaken ook met betrekking tot de AIX. Ik heb een aantal watchlist aangemaakt van de AIX om even... nee, links doet het niet. Nee, omdat wij namelijk een exclusieve samenwerking hebben met Maxim. Ja, Christophe zei bij Finox is het eigenlijk volledig automatisch. Alleen klik in de app in de short single order wordt uitgevoerd in Maxim. Alleen het punt is, Christophe, volgens mij zijn die kosten wel aanzienlijk bij Finodex. Voor mij moet je daar iets van, nou, ik meen €50-60 per maand betalen. Hè? En dat is bij ons wat te minder. Precies. En wij willen dat gewoon beter laagdrempelig aanbieden. Volgens mij heeft... Finodex ook volgende week. Nee, heeft morgenavond heeft hij een sessie met Maxim. Nee, precies.
Inderdaad, Hans. Daar kun je ook zelf in leggen na een e-mailtje of sms. Dus ik denk ook eerlijk gezegd dat die tiplijnen die ik dan ga doen, dat ik waarschijnlijk dan de Eurostox 50 2-3 dagen later publiceer. Gratis voor de VIP-leden, zeg maar. En als je dan abonnement hebt, dat je dat gelijk krijgt. Ja. En hoe voer je die orders in? Doe je bijvoorbeeld in een combinatieorder bij Maxum? Of doe je dat handmatig? Dat je eerst calls koopt en dan calls schrijft, put koopt en put schrijft. Ja, maar ik krijg bij mij niet... En dan krijg je ook een uitvoering. Oké. Okay. Maar doe je dan die 4 takken? Of doe je dan alleen de calls spread en de put spread los? Zou ik ook altijd aanraden om via handmatig 2x2. Ja, precies. Dus niet 4. Niet calls en puts tegelijk. Want dan gaat het op een of andere manier spaken, inderdaad. Oké. Okay. Ik wil je even meenemen naar de underlines. Ik weet niet of ik de Eurostox heb geplaatst trouwens in een watchlist. Ja, Christophe, dank voor de info, Ruud. Heel erg nuttig, dankjewel. Absoluut. Even kijken hoor. Dan ga ik even kijken of ik de Eurostox 50 erin heb gezet. Nou, ik heb sowieso de DAX. Want wat is het verschil tussen de AEX en de DAX? Nou, ik heb Eurostox 0 ingezet, zie ik. Nou, ik pak daar even de AEX. AEX heeft 25. Ja, iedereen heeft ook een eigen strategie, inderdaad. Hans Piet van Noppen ook. Iedereen heeft de index hebben een eigen samenstelling. Ik heb deze tijdje niet bijgewerkt, maar ik ga de AEX bijwerken. Dan als het goed is, zien we de grafieken nu ook. Hè? Dan wil ik met jullie goedkeuring even 2 indices doorlopen. Dus de AEX en de DAX. Want voor mij doet Harm de DAX niet. En dit is dan een daggrafiek. En dan zet ik hem even op een... even kijken. Ten opzichte van vorig jaar ongeveer. Ja, dat doe ik dat sinds vorig jaar, januari. Nou, dan zie je dus dat aan de hand van de... Ik heb afgelopen vrijdag volgens mij met Michael Groenewoud heb ik een sessie gedaan met multiple moving averages. En dat wil ik ook meer gaan toepassen, ook voor de discipline, zeg maar, of je ook in een stijgende of een dalende trend zit. Op dagbasis doe ik dat. En nou gaan we kijken. Nou, ik heb de 21-daags. Dat is een redelijk middellange termijn gemiddeld. Vind ik wel een mooi. Dat is Fibonacci getal. De AD, de Adyen zit ook rond het niveau. AIX ook rond het niveau. Dus nog geen breedte tot paniek. Alleen als je onder die bandbreedtes, hè, onder die moving averages gaat uitbreken, dan moet je uitkijken. Aegon doet ook prima. AXO. Die doet ook nog steeds prima, 105. ASR, die begint wat te kraken, zie je dat? Dus als je van de financials iets, toch een beetje voorzichtig mee moet zijn, dan is dat ASR, denk ik. DSM, die ligt ook nog steeds prima bij. Flow Trader, die laat de dubbele top zien rond 36. Alleen zie je dus dat de index, of de Flow Traders, dat die nog steeds keurig boven de moving averages noteert. Fugo ook. €9,20, ook prima. Heineken, maar je ziet het wel afgelopen week een beetje in een stall mode, hè, dat de markt een beetje aan het consolideren is. KPN, Mittal, dubbele toppen. Als hij dus door de 27 gaat, dan zou je dus weer een slinger kunnen verwachten richting, wat zou het zijn, €28, €30. INDETS, Nationaal Nederlander Groep, ziet er goed uit. Philips, die beginnen een beetje te kraken. Dat is minder. Ook niet al te best. Randstad, die doet het goed. Rode Shell doet het redelijk. Relx, ik weet niet, ik kan het heel moeilijk uitspreken. Takeaway, dat is een dramafonds. Zie je, dat is ook een baggerfonds eigenlijk. Die Takeaway naar beneden. Prima fonds, URW, Volkskluwer, ASMI, Light, Philips, dus Lighting. Het is geen Lightning, want Lightning is bliksem volgens mij. Dus Signify, die doet ook al sinds jaren dag goed. Basie, het is ook nieuwkomen natuurlijk.
En de bal is rond. En ik mis een belangrijk natuurlijk, de ASML. Dat is een van de grootste zwaargewichten natuurlijk van Ajax. Er wordt ook wel de ASML-index genoemd. ASML. ASML Holding, die moet ik even inzetten. En dan heb ik die onderliggende €547. Hatsenflats. Maar als je mij vraagt, hoeveel rek zit er nog in de AEX? Dus wie denkt dat de index echt nog hard door gaat stijgen? Wat zou dat zijn? AEX-index. Kijken of die hierin zit. AEX-index. 715. Waar moet het vandaan komen? Wie ziet de index wel richting de 760 noteren? Eind van de ultimo van dit jaar. Of wie denkt, nou, de index gaat eerder omhoog of omlaag? Ik moet wel zeggen dat de index de komende tijd gaan er heel wat dividendjes uit. Hè? Dat is een vertekend beeld dus. Dus eigenlijk moet je de All Composite Index of zo heet dat volgens mij. Dus inclusief dividend, dat staat natuurlijk veel hoger. Maar wie ziet de index hoger of lager? 700, dus iets lager. 760, wat moeilijk. KW behoorlijk hoog, absoluut. Maar goed, daar hebben wij geen last van. Hè? Als wij de trade navigator van Harm erop loslaten. Maar als we nou gaan kijken naar de DAX. Ik weet niet of wie van jullie DAX ook in de gaten houdt. Zal ik ook een, sommigen zeggen lager. Heel goed. Nou, dan zien we dus de DAX. Dat is inclusief dividend, meen ik. Nou, de DAX, dit is de Adidas. Nou, die loopt ook niet zo hard meer. Allianz, rond het huidige niveau, rond high. BMW, zo, die is 89, bij 90. Dit is Bayer, die doet het wat minder. Nou, dan zie je dus ook, hè, dat Bayer, die heeft, dividend heeft hij uitgekeerd. Dat staat hier ook bij, gross dividend is €2. En bij E, dan zie je expectations, of earnings, trouwens, staat erbij. En die staat erbij, wat het is, reported, 2,59. En de surprise van de estimated was 2,37, dus 10% upside. Dat was beter dan verwacht. Nou, Beiersdorf is dit, en het ziet ook goed uit. Continental, de bandenfabrikant. En COVID, oh nee, dat is geen COVID, hoe heet dat? Covestro. Dat is 58, ook een hoog niveau. Deutsche Bank. Nou, dat was een Deutsche Pijnbank. Nou, die is weer omhoog gegaan natuurlijk. Daimler. Deutsche Börse. Nou, die doet het redelijk slecht, moet ik zeggen. Die ligt onder de gemiddelde. Dus eigenlijk zou je de fonds moeten hebben die boven de gemiddelde zit. En onder de gemiddelde moet je wegwezen. Heidelberg Cement, ook in beton gegoten. Deutsche Telekom. Die gaat ook prima. Fresenius Medical. Die doet het ook redelijk. Fresenius SE, Henkemeijer, of Henkel. Henkemeijer was mijn collega op de vloer, was een markenmaker. Henkel, dus de Duitse Unilever is dat, hè. IFX, Infineon, die doet ook wel redelijk, maar ook niet echt overtuigend. Linde. Nou, Linde was voor mij ook een favoriet fonds van onze Ronald de Zoete. Even de energietransitie. Ja, Linde, gas. Nou, het is de Lufthansa, die gaat ook weer opstijgen binnenkort. Ik denk dat je deze ook weer moet hebben. Nou, dan zie je dus ook dat hij nu met een gap omhoog uitbreekt. Dus ik denk dat het best wel een mooi idee is om hier een long op te nemen. Gewoon een kolletje kopen. Ik ga het even doen zo voor grap als het lukt. Lufthansa 11. Zou je dus een 11,5 call kunnen kopen. Als hij goed gedinges is, nou, dan heb je dus MTX, Munich Rückversicherungen, Munich Verrückt, herverzekeraar doet ook niet echt al te geweldig, moet ik zeggen. RWE, Utility, doet ook niet zo goed. SAP, die is nog niet helemaal bekomen van de klap van vorig jaar. Niet helemaal wel wat natuurlijk, maar begint wat op te lopen. Nou, nog steeds boven de gemiddelde, dus op zich wel prima. Nou, en de bal is rond, denk ik, voor wat betreft de Duitsers.
Nou, stel dat we iets willen doen in Lufthansa. Nou, dan wil ik daar op zich wel iets mee doen. Trouwens, dus even disclaimer, dus even als voorbeeld, full disclosure, ik heb nog niet een positie als die gaat kopen, is vrij rekening risico, pure educatie. Als ik even terug ga naar Lufthansa, dan ga ik kijken naar termijn. Nou, ik denk dat dat minimum termijn is 3 tot 4 maanden. Als ik calls ga kopen, dan zit ik liefst zo hoog mogelijk, zo lang mogelijk natuurlijk. En als ik een put ga schrijven, dan zit ik liever kort mogelijk, maar ik denk dat puts weinig opleveren. Dus ik zou inderdaad 3 tot 6 maanden nemen. Dan gaan we kijken naar Maxim. Nou, hoe vind je nou zo'n Lufthansa? Gaan we naar Maxim toe. Dan ga je naar het scherm. Nou, voor mij is het een predefined layout. En ik weet niet of de DAX er ook bij zit. Ja, DAX 30. Nou, als je die niet erbij hebt, dan kun je die gewoon invoegen natuurlijk. Door Lufthansa in te toetsen. Lufthansa. Enter. En dan zie je hier dus het Duitse Lufthansa. Nou, wat belangrijk is ook voor de nieuwelingen. Dat je goed kijkt. Als jij meerdere products ziet. Dan is het meestal de juiste. En dan moet je kijken naar IBIS. Dat is een Duitse beurs. En dan moet je die boost hebben. LHH. Dan tik je die aan. Oh, wacht even, dat is niet goed. Een trillende vinger, LHH, Lufthansa. Hij zit nu al bij natuurlijk, maar goed, LHH. Lufthansa, IBIS. Wat ik altijd doe is Stock Smart in plaats van Stock Directed. Omdat je dan de beste uitvoering krijgt. Nou, dit zijn vertraagde koersen trouwens. Ik zie dat die 2% omhoog is gegaan. Het enige wat je hoeft te doen met rechter muisknop. Tik je de rechter muisknop, kun je trade tools doen, of waar staat dat? Nou, analytical tools niet. Nou, waar staat dat ding eigenlijk? Ik wil gewoon handelen. Oh, trade staat daar. Dan kun je dus, nee, ik wil die option matrix wil ik pakken. Maar dan moet ik even naar beneden scrollen, denk ik. Een beetje irritant dat hij dan daarheen gaat. Dus nog een keer, wat ik altijd doe, is bij Lufthansa, of je pakt de rechter muisknop. Bij de trading tool staat die. Dan ga je option traden doen. Of je tikt gewoon die regel aan. LHH. En dan kun je option trader aantikken. Dan komt een nieuw scherm. Doorboeken. Doorswitchen. Nu zien we als het goed is. De option matrix. Nou, dan heb je dus LHH. En dan gaan we kijken. Wat ik ook altijd heb staan. Bovenin zie je de statistics. Van historical close is 40%. Ja, redelijk aan de hoge kant voor Lufthansa, denk ik. Implied volatility, de laatste is onder de historical volatility. Ja. Rechts dan zie je dus DTB, dus Deutsche Terminbörse. Je kunt ook op de FTA handelen, maar het hoeft niet. Hou gewoon Duitsland aan, DTB. En dan kun je bij strikes, zet ik altijd die op all neer. Dat ik gewoon alles heb. En nou, dan pak ik even kijken hoor. Ik zie na 4, 11 juni en 18 juni, die vind ik niet belangrijk. Die set vink ik uit. Juni 25 haal ik ook weg. Juli 16, dat is derde vrijdag. Augustus 20 is ook derde vrijdag. Nou, ik pak juli, augustus en september. Die pak ik. Nou, dus hier is een hele rattenplan, een hele trits. Wat ik dan wil doen is, ik wil voor weinig geld iets doen. Nou, dan kun je kijken, pak je een, de koers nu rond 11, hè? 11 rond ongeveer. Nou, als je de 11,40 koopt voor 40 cent, dan heb je dus 40 cent. Nee, je kunt ook de 11 kopen at the money. Maar dan is dat voor 6 dubbeltjes, nou 55 cent zou je kunnen proberen. Dan loop je mee ongeveer voor de helft. En hier zie je dus ook dat bij de 11 call zie je dus ook de delta. En wie wil weten hoe je die Grieken erbij zet? Wie wil dat weten? Ja. Dus deze. Oké, nou, als jij dit dus wilt aangeven, is
Dan moet je bovenin volgens mij op dat kettingje gaan klikken. Nee, niet ketting, bij dat tandwieltje, sorry. Settings. Dan ga je naar de settings. En je ziet ook een uitklapmenu, of moet ik die ook weer apart selecteren? Zie je ook een uitklapmenu met de mogelijkheden? Ja, dankjewel Bart. Dat betekent dus, dan aan de linkerkant zie je dus configuration. En dan zie je onderin Option Trader. Moet je ietsjes naar beneden scrollen. Option Trader. En dan, voor mij moet je dan Option Chain pakken. Die kun je aantikken. Even een plusje. Nou, dat is niet belangrijk. De Greeks. De Greeks, die zie je. Nou, dan pak je daar de settings van. Layout. Kijk, de layout moet je aantikken. Nou, dan zie je dus onderin. Of dan kom je dus bij de layout. Kom je op description, delta, gamma, vega, theta. Dat is wat nu getoond is. En het enige wat je hoeft te doen. Nou, stel dat je zegt, nou, ik wil... Bij de options wil ik iets anders doen. Ik wil bijvoorbeeld... even kijken hoor. Nou, stel dat je zegt... Ik wil de put call interest wil ik erbij zetten. Nou, dat vind ik niet zo belangrijk. Historical implied. Open interest. Staat die erin? Nog niet, hè? Option open interest. Option open interest. Die zie je hier. Option open interest. Die heb je erin gezet. Het enige wat je hoeft te doen is apply. Oké. Okay. Dan zie je dus een kolommetje bijgezet. Option open interest. Nou, deze kun je dan eventueel weghalen. Dus ik gebruik hem niet. En ga je met je muis overheen. Remove option interest. Nou, yes. Nu is hij weg. En zo kun je dat doen. Wat wel handig is, je ziet ook een dividend date. Die vind ik handig. Even kijken hoor. De change. Zie je ook ertussen. Linkerkant. Dus dit is de juli serie. Met bid laat koers aan de linkerkant van de calls. Rechterkant zijn de puts. Nou, ik pak even de 11 call. Wat ik eigenlijk wil doen is dan bij de... Ik pak bij all. Ga je dubbel klikken. Dan heb je alles weggehaald. Ik wil even wat orders scheppen in de rotzooi eigenlijk, in de veelvoud van invloed van informatie. Oké, okay, nou de 11,5 vind ik wel prima. Kijk, dan kan ik even kijken van de LHE, waarom dat die erbij staat, weet ik niet. Dat vind ik niet belangrijk. Trading class pakken. Nou, pak je de bovenste. Nou, dan heb ik deze gewoon, de drie optieseries. Nou, wat ik altijd doe, ik ga altijd kijken wat het verschil is. Relatief verschil tussen juli en augustus. Nou, juli zie je dus 5460. En de call is 481. Ik zeg, ik pak de 11,2. Nou, dan zie je dus dat er ongeveer 20 cent verschil is. Dus wat ik wel interessant vind, ik pak bijvoorbeeld die 11,20. Ik wil niet te veel investeren, dat ik dan 5, 6 cent investeer. Of bij de 11,40. Nou, stel dat ik 60 cent wil investeren in die 11,40 call. Voor die, dan is mijn break-even point natuurlijk 12. Maar die heeft dus een delta, moet ik wel goed kijken, delta van 45. Nou, dat is best wel aardig wat, denk ik. Ik ga deze proberen binnen te fietsen op 55 cent. Dus ik zou, Christophe, voor jou ook. Ik zou voor jou even deze doen. Nou, even kijken of dat lukt. Nou, dan ga ik deze inzetten. Nou, ik heb deze ingezet. Nou, je ziet dus dat deze koers niet gehaald is of wordt. Nou, dan ga ik even op 58 cent liggen. 59 cent. Nou ja, anders ga ik deze gewoon best eens uitnemen. En dan 60 cent. Nou, kijk. Opening order filled hoorde ik.
Het leuke is, nu kun je dat dus terugvinden in jouw sheet. Ja, dan kun je dus bij portfolio kijken. Hier dus portfolio zie je dus LH IBIS 1 DTB van 60 eurotjes heb ik dus dit opgepikt. En de realized profit is 1,50 ongeveer, dus de kosten. En een kind kan de was doen. Ik wil je nog wat laten zien. Jullie kunnen namelijk bij Maxim, kun je ook de... Ja. Ik kan ook bij de order settings, kun je ook aangeven dat je een stem wilt. Order filled, order cancelled. Wie gebruikt dat ook? Dat je met voice werkt. Dus als je een uitvoering krijgt, dat je een stem hoort, order filled. Wie hoort dat? Nog niet gebruikt? Even kijken hoor. Wat ik ga doen is speaker. Nee? Oké. Okay. Wil je dat ook als toegift van mij horen of niet? En ook hoe je dat doet? Ja, leuk. Oké. Okay. Nou, wat ik dan ga doen is... dan ga je dus naar de algemene setting. Dan moet ik jullie even meenemen naar de settings natuurlijk. Dat is... Maxim, algemeen platform. Dan ga je naar... basisscherm, trader dashboard, TWS. Gaan we rechtsboven kijken. Zie je configure? Configure, zie je sound manager? Zie je dat? Links. Klik je die aan. En je ziet dat ik hier alles heb aangevinkt bij profile. Heb je dus normaal gesproken staan non-voice. Non-voice is dit en voice is dat. Nou, vink je gewoon alles aan. Dan zal ik laten zien hoe dat dan in zijn werk gaat. Ga ik even terug naar mijn... nou, ga ik even kijken. Ik ga bijvoorbeeld Commerzbank kopen. Nou, ik ga bijvoorbeeld zeggen... 1 order ga ik doen. Voor 1 aandeel. 1 aandeel. Preview. Oké, okay, close. 1 voor 1. Override. Hoor je order cancelled of niet? Hoor je dat? Ja, iets heb ik gehoord. Whisper mode. Ja, ja, klopt. Maar dat komt dat ik hier met mijn laptop, met mijn mond... Maar probeer het zelf uit. Dan hoor je in een Engelse stem... Order cancelled. Order filled. Order partially filled. Dus probeer het gewoon rustig even uit. En anders moet je Maxim even vragen. Ik zag een vraag van Peter. En Peter, mag ik jou een vraag stellen? Peter, heb jij een VIP-abonnement? Of heb jij de Trading Navigator? Heb je dat? Peter. Peter Vergers. Deze morgen had ik ook een alertbericht. Dat is bijzonder handig. Bijvoorbeeld wanneer een prijs van aandeel boven bepaalde koers uitkomt of zo. En dus Peter, ben je nog? En heb jij überhaupt de Trade Navigator of heb jij die de VIP-abonnement? Heb je dat? Ja. Ik weet niet of Peter nog aanwezig is of dat hij al aan een uitgebreide lunch zit. Ja, nee, hij zit er nog, denk ik. Sound Manager, ja. Hans, zie je mijn scherm nog, hè? Rechtsboven, bij algemeen TWS. Ik lijk wel de helpdesk van Maxim. dan ga je links... Jullie zitten ervoor. Jullie zitten altijd in de weg. Nee hoor. Bij Configure moet je gaan kijken. Bovenin, rechtsboven, Configure. Dan heb je een uitklapmenu. Dan heb je Sound Manager onder Configuration. Links heb je... e-signal, general, export trade, hotkeys, locked and asset, exit, messages. Beetje boven de API zie je volatility and analytics en sound manager. Ja, Bart, dat is een goede vraag. Jij zegt dat je geen order ticket krijgt. Ik heb een hekel aan order tickets. Ik wil gelijk ik wil geen menu, ik wil gelijk klikken.
Ik weet niet hoe ik dat moet terugzetten. En de vraag is hoe je dat moet doen. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Vraag het even aan de helpdesk van Maxim. Service@maxim.com. Nou, ik krijg geen antwoord van Peter. Misschien dat hij al weg is. Nou, het is heel simpel. Beleg.com is platform, beleggingsplatform Harm van Wijk. Jaren geleden hebben wij de slimste belegger.com als community hebben wij gebouwd. Harm van Wijk is aanstichter, zeg maar, de initiator. Harry Klip, Henk, hebben dit ook als medeoprichter opgezet. Alleen later ben ik eruit gestapt. Of niet uitgestapt, ben ik minder mee doorgegaan. Later ben ik meer met de opties en de crypto's ben ik mee begonnen. Later heeft Harm van Wijk namelijk de slimste belegger omgedoopt tot mijn.beleggen.com. En ik zal laten zien, mijn.beleggen.com, dat ziet dus als volgt eruit. Dat is, even kijken hoor, waar ik dat kan vinden. Bij mijn.beleggen.com zie je hier dus, enerzijds is het een gratis platform voor iedereen, dus om vragen te stellen of je ideeën op te doen. Een soort een portal, een soort community is dat. Dus bovenin zie je dat menu. Ja, en als jij dus lid bent van beleg.com, de betaalde versie, dus dat je de Trade Navigator hebt, of doe mee met de extensie van mij, dan krijg je automatisch toegang tot het VIP-ledengedeelte. En dat is eigenlijk de trainingen, het gedeelte ervan en de tiplijnen. En op dit platform, mijn.beleg.com, hebben diverse experts zich aangemeld als expert om hun, hun expertise te tonen. Ik doe heel veel met crypto en ook met opties. En ook met Maxim, dus vandaar dat ik dat doe. En wij hebben dus elke maandagochtend voor de Trade Navigator leden hebben wij met Han van Wijk het ochtendgebed. Legt hij voor iedereen die de Trade Navigator heeft en ook de VIP-lid is, legt de Trade Navigator uit met waar de kansen liggen, de markt gaat hij doorlopen. Nou, we hebben als service, hoeft dus niet, maar als service hebben wij om 12 uur een lunchwebinar van maandag tot met vrijdag. En ene keer is dat de Crypto Monday met mij bijvoorbeeld, of Tom Petoom. Andere keer is het met daytrading, met Aloys Matthijs. En andere keer met Hardy Clip. Dus we hebben een heel scala aan experts. En dan kan je dus ook facultatief die webinars volgen. Maar als jij zegt, nou, ik hoef die webinars niet te volgen en ik kan het niet volgen, maar ik wil het later terugzien, dan staat het volgens mij op maandag, staat het nu bij de agenda, heeft Harm een topic gemaakt, zeg maar, dat je aanmeldt en dan kun je dus de opname hier terugvinden als het goed is. Zie je? Dan zie je dat hier weer terug. Dus op deze manier kun je dat ook altijd terugvinden. Het is een soort Netflix model. Ik weet ook, tijd is schaars en je moet gewoon echt heel goed natuurlijk met time management doen. Maar iedere expert die doet zijn, zeg je natuurlijk gedeeltelijk, kan een stukje commercie zijn, maar we gaan altijd insteken dat wij proberen dus waarde te leveren. En dus ik doe dus ook met de crypto. Om 2 uur heb ik zelf in Crypto Extend Challenge weer een meetup voor de beginners. En ik hoop dat het op deze manier een beetje duidelijker is hoe dat ook een beetje in elkaar steekt. Dus beleg.com, Harm van Wijk is eigenaar daarvan. Wij zijn geen werknemer van beleg.com. Nee, we zijn externe experts. Dus alles wat wij aandragen, ben ik verantwoordelijk voor. Of andere experts, is Harm niet verantwoordelijk voor. En vice versa. In ieder geval, ik zag dat er een mooi aantal is binnengefietst inmiddels. Wie vond het een leuke sessie? En wat zou je voor een cijfertje willen geven voor deze sessie? Interactief. En wat ik ook wil meegeven nog tot slot, is er een idee? Ik heb ook een soort membership site, hè, waarbij ik dus ook een PowerPoint, ik heb ooit in het verleden een PowerPoint gemaakt van de Eurostoxx 50, de kalenderspread. Of ik dat bijvoorbeeld in een PowerPoint neer zal zetten met een aantal screenshots extra erbij met Maxim. En dan kun je dat ook later weer in PowerPoint terugzien. Want ik zag dat heel veel deelnemers ook al langer meedoen. En
Dus dat is... even kijken hoor, dus ik kreeg net het bericht van Harm. Nee, dus dat, dat heel veel gevorderde, ambitieuze gevorderden zijn. Dus vandaar dat ik iets dieper op de materie ben ingegaan met Maxim ook. Nou, bedankt voor de hoge cijfers tussen de 8 en 9. Dus hartstikke mooi. Ik dank jullie hartelijk natuurlijk. Het is 1 uur exact. Tot de volgende keer. En ik dank u natuurlijk ook Ruud, Peter, Koen, Joop. Leuk dat je toch hebt ingehaakt. Hans. Bert en degene die ik niet heb genoemd. Christel natuurlijk en iedereen die ik niet heb genoemd. Een fijne dag. En tot later misschien 2 uur of anders morgen om 12 uur weer bij het webinar. Met ik denk woensdag is het donderdag met Ronald de Zoete. Tot de volgende keer. Hasta la vista. Ciao.